De leerkrachten zijn in actie omdat de voorzitter van de BVL en de ALS ze in actie heeft gebracht. Dit zegt Marcelino Nerkust, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, de VOLS. Deze organisatie doet niet mee aan de acties. Volgens Nerkust gaat de staking onder andere om de implementatie van de herwaardering van leerkrachten. Hij wijst erop dat in het kader van het herwaarderingsprogramma er nu geen reden is om tot actie te gaan. Verder zegt de VOLS-president dat de door de Raad van Ministers aangenomen overeenkomst van 1 januari gepland was, maar dat de implementatie nog niet kan worden uitgevoerd. Want uiteindelijk wanneer je dus, want het gaat ook om het brengen van de leerkracht van de ene status naar de andere status, ja? Jaren geleden bij die leerkrachten transformeren van ABB naar VISO 1 was het ook van de ene status naar de andere status. Het proces heeft jaren geduurd. Nu, bij de voorbereidingen, bij alles wat met die herwaardering te maken heeft, zijn er een aantal dingen boven water gekomen. Want je gaat leerkrachten, dan moeten alle gegevens van de leerkrachten duidelijk zijn. En als je stuit op een aantal drempels en er wordt aangegeven van luister jongens, we gaan het niet halen, maar we gaan dus eind van de maart, eind maart kan dat wel. Wat neemt het van je weg om dus die anderhalve maand of twee maanden te wachten? Omdat die zekerheid, die financiële zekerheid die de leerkrachten hebben, die 375, over die drie maanden die ze hebben ontvangen, krijgen ze door in januari, februari. Dat is ook expliciet afgesproken met die raadsadviseurs. Dat is expliciet gezegd ook. Volgens Nerkus heeft het herwaarderingsprogramma niet alleen te maken met het looncomponent, maar onder andere ook met de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en het reduceren van de klassendeler. Het is een breed programma, zegt Nerkus. Onze nieuwsdienst vroeg hem naar zijn mening over de protestactie van de leerkrachten van de openbare school Uitkijk tegen de benoeming van een schoolhoofd van buitenaf. Vanuit mijn ervaring weet ik dat een onderhoofd benoemd wordt tijdens een personeelsvergadering. Ja? Op voordracht van het personeel. Ja? Misschien kunnen twee mensen worden voorgedragen en personeel maakt een keuze. Want misschien die capaciteiten in mevrouw of meneer B of meneer A mevrouw. En we achten zo'n persoon capabel om de leiding van de school, om te helpen om die school te leiden. En dat kan voor een jaar, twee of drie zijn. Maar de leiding van een school is een aangelegenheid van die werkgever, de overheid. Het is geen automatisme dat je van onderhoofd doorstroomt naar schoolhoofd. Zo werkt dat niet. Marcelino Nerkus, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, de VOLS. Onze nieuws sprak met hem vanmorgen over de stakingen die nu gaande zijn.